Ja, de eerste vraag is al de moeilijkste. Waarom ben ik in deze materie gesukkeld? Hè? Ik heb geologie gestudeerd, dus alle processen die we vandaag de dag nog meemaken, waar dat er sediment mee gepaard gaat en dergelijke meer, water getransporteerd wordt, water dat in de grond komt. Al die processen leerde in de geologie. Maar als men over geologie spreekt, dan spreekt men over miljoenen jaren, honderdduizenden jaren, tienduizenden jaren. En als men het over honderden jaren heeft, dan spreekt men eigenlijk bijna niet meer over geologie, maar over geschiedenis. Uiteindelijk, dus de geologie zelf was voor mij een springplank om dan toch ook in de echte wereld terecht te komen, in de echte wereld, waar dat, al diezelfde processen terugkomen en allemaal nog gebeuren op dezelfde manier, dikwijls als dat ze ettelijke miljoenen jaren geleden gebeurd zijn. En tegelijkertijd ook om te kunnen participeren aan het, ja, het ontwikkelen van een wetenschappelijk instituut. Dat was voor mij de uitdaging. Ik had een academische voorgeschiedenis, een beetje geprobeerd om effectief toegepast of toepassingen te maken. In de toegepaste sector dan de kans krijgen om effectief ook te kunnen meewerken aan maatschappelijk relevante problematieken. Waar we toch vandaag allemaal hier in deze zaal mee bezig zijn. Dat was eigenlijk een uitdaging. Dat ik dan toevallig ook grote baas, groot ben ik wel, maar baas, dat weet ik nog niet. Ik denk dat er in mijn afdeling een aantal personen zijn, u zult er misschien vandaag een paar zien, die veel meer de baas spelen toch soms, of het ook zijn. Of het toch ook zijn in Maar uiteindelijk is het baas zijn niet het belangrijkste. Het is het kunnen werken met mensen, jonge mensen. Ook mensen met enige vorm van maturiteit en een grote mix. En aan een gemeenschappelijk maatschappelijk doel. Doelstellingen die effectief ook het gevoel kunnen geven als ik ooit over 20 of 30 jaar in pensioen ga, dat het bij wijze van spreken toch achter kunt kijken en zeggen ik heb toch een klein steentje verlegd in de rivier. Ik denk dat er dat nog iemand anders ook ooit een keer heeft gedaan. En ze dan ingezien heeft hoe belangrijk dat onze materie eigenlijk ook is. Het is een heel lang antwoord op een heel korte vraag. En ik vermoed dat ik nu eigenlijk ter zake moet komen. Hè? Ja. Dus ik ben Frank Mostaert en ik ben van het Waterbouwkundig Laboratorium. Dat wil niet zeggen dat er hier ondertussen geen andere Vlaamse mensen zitten die eigenlijk ook allemaal op de een of andere manier toch een link hebben met het Waterbouwkundig Laboratorium. Dat zijn mensen die vertegenwoordigd zijn van de waterbeheerders zelf, Vlamingen dan. Er zijn er van de wetenschappelijke instituten, van het INBOES heb ik hier iemand gezien, van de Universiteit Hasselt, Antwerpen, is er een belangrijke vertegenwoordiging. En natuurlijk ook van mijn eigen afdeling heb ik hier een paar mensen meegebracht. En dus van wat we noemen MOW, waar dat wij toe behoren. We zijn een Vlaams instituut en we zijn ook een Vlaamse overheid. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het voordeel is dat we overheidstaken gemakkelijk kunnen doen. Het nadeel is dat je alle beperkingen van een overheid ook hebt. En die beperkingen, dat zijn er nogal wat. Goed. Ga ik in ze moeten spieken, want daar we hier zitten, en mevrouw. Ja, we bestaan al als laboratorium 85 jaar, dus we hebben wel wat ervaring. En we doen eigenlijk bijna allemaal hetzelfde wat dat Deltaris doet. Maar als u ooit een keer, misschien beter, maar in elk geval, onze infrastructuur, als u daar even langskomt, dan zult u merken dat het maar een fractie is van wat dat Deltaris natuurlijk aan infrastructuur heeft. Maar wij zijn eigenlijk ook, laten we zeggen, voor onze Vlaamse klanten, dus een beetje vergelijkbaar. Je kunt het vergelijken met dat wij een soort Madurodam zijn, in vergelijking met het volle Amsterdam dat dan Deltaris eigenlijk presenteert. Nu komt er nog bij dat wij eigenlijk ook, ambitieus zijn we wel, hè, ook heel wat activiteiten doen die in het Marin, ook nog een wereldinstituut hier in Nederland aanwezig, dat we daar eigenlijk ook een aantal aspecten van benaderen. En komt er nog bij dat wij in expansie zijn. Stel je voor, een overheidsdienst in expansie. Helaas niet in personeel, maar wel in infrastructuur. Dus wij kunnen nu momenteel een nieuw gebouw laten zetten in samenwerking met mensen van de Vlaamse overheid in Oostende, waar we dus eigenlijk ook een aantal proeven gaan kunnen doen
die dan wel de toets van het internationale gaan kunnen weerstaan. Dus ambitieus zijn we wel met de weinige mensen die we zijn, want we zijn open al met 120 mensen. Dus als je dat vergelijkt met Eltaris en Marin, dan moet de mal, ik weet niet hoeveel, doen om erbij te geraken. We zijn klein en eigenlijk vinden we dat niet altijd erg, omdat we dan eigenlijk worden gedwongen om samen te werken en om samenwerking te zoeken. En u ziet dat we zelfs tot in de zoo komen zoeken naar samenwerking. Dus uiteindelijk is het de bedoeling, als wij willen onze taken op een deftige manier doen voor de Vlaamse overheid, dan kunnen we niet anders dan partners zoeken. En die partners die zitten in alle geledingen die hier nu ook zijn vermeld, de wetenschappelijke instituten, de universiteiten, het bedrijfsleven, andere overheidsdiensten. En daar proberen wij eigenlijk op de een of andere manier synergie mee te creëren. En uiteindelijk hangt het ook een beetje van de cultuur af die er in onze organisatie heerst, dat dat eigenlijk ook al dan niet goed tot zelfs soms zeer goed slaagt. En vandaag hebben we een illustratie van een ontstaan of een samenwerking die ontstaat samen met Nederlandse partners, met STOA hier, om in de toekomst toe dan eigenlijk echt tot concrete acties te kunnen overgaan. Dat zullen we dan toch geïllustreerd zien. De samenwerking is eigenlijk onze drijfveer. En hoe is het eigenlijk allemaal tot stand gekomen dat we tot bij jullie hier eigenlijk zijn geraakt? Wel, in 2008, pas, zult u zeggen, organiseerden wij in Vlaanderen dan de eerste trefdag dijkinspectie en onderhoud. En daardoor werden wij plots ook geconfronteerd met de verhalen over een dijkdoorbraak van Wilnis. Die is dan eigenlijk sindsdien voor ons ook een begrip geworden. En in één beweging is dan eigenlijk ook in Vlaanderen de stap genomen om de standaardisatie van de dijkinspectie of van het inspectieproces van de dijken aan te pakken. Dus je kunt zeggen, lekker laat, zeg, man, hier waren jullie waarschijnlijk al 100 jaar mee bezig. Maar ondertussen hebben we het nu toch ook al gedaan. Dus WL liet zich onder meer inspireren voor dat aspect, WL, daarmee bedoel ik het Waterbouwkundig Laboratorium, afgekort WL, door het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen, u wel bekend, PIW. En ik denk ook dat ondertussen ja, wij hier wel als Vlamingen, zij het niet in grote getallen, maar toch altijd aanwezig zijn geweest op alle activiteiten die er hier de laatste zeg maar 10 jaar zijn gebeurd. Op het vlak ook van wat de problematiek van dijken en eventueel falen van dijken. Dus de vele raakvlakken op het gebied van dijkbeheer en eigenlijk ook het grote voordeel natuurlijk als we met de Nederlanders kunnen overleggen, samenwerken. Het grote voordeel van de taal. U zult zeggen ja, is dat ik wel een andere taal spreek dan die van u. Maar netto gezien kunnen we elkaar toch nog net verstaan. Hè? Dus dat is heel, heel interessant ook om samen te werken. En laten we zeggen, om win-win situaties te creëren die voor alle partijen toch toegevoegde waarde kunnen geven. Tot slot, dus als mensen als Patrick Peters vanuit het Waterbouwkundig Laboratorium, ik zal u straks toespreken, en Ludolf Wentholt van de organisatie hier van, van de STOA. Als je die samen eigenlijk op pad stuurt om tot samenwerking te komen, dan weet eigenlijk al bijvoorbeeld, ik wist het in elk geval van Patrick en jullie wisten het van Ludolf, dat er daar wel een weg zal worden gevonden om tot samenwerking te komen. Ik denk dat dat van de alle twee de organisaties toch wel een handelsmerk is. En dus het eindelijke resultaat van die opborrelende samenwerking is nu al concreet dat we dus toch begin 2018 met name STOA en WL de handen in elkaar geslagen hebben om de kansen die eigenlijk de ontpoldering van de Hedwige Prosperpolder met zich brengt, de kansen die daar ook zijn voor onderzoek en voor experimenten, voor grootschalige proeven zelfs, dat we die samen gaan proberen aan te pakken. Voilà, dat was in het kort. De presentatie van wat ik hier gekweekt heb.